We gaan ervan uit dat schilders in de 17e eeuw hun werken meestal in het atelier maakten. Toch kwam het voor dat men buiten zat te schilderen. En als er één schilderij van Rembrandt is waarvan je denkt, nou dat zou wel eens buiten geschilderd kunnen zijn, of door een raam in de winter met het uitkijken op een vaart, dan is het dit schilderijtje. Het is een helemaal niet typische Rembrandt, omdat alles is licht, er zit veel blauw in, het is heel anders en het is net een momentopname van een winterdag waarin de mensen hun schaatsen aanbinden, samen even zitten uit te rusten en waarin een oud vrouwtje met een hondje over het ijs loopt, bang dat ze uitglijdt.